En dan gaan we op safari naar Wadi Tiwi. En dat was op 26 en 27 februari 1981. En dat was dus een donderdag en een vrijdag, het Arabische weekend. Wadi is dus rivierbedding. Vaak zijn die rivierbeddingen droog, bij Wadi Tiwi niet. Maar wat je hier ziet is niet de Wadi, maar gewoon de zee. De mensen die je ziet hoorden allemaal bij onze safari groep, want we waren met 22 mensen, waarvan meer dan de helft kinderen. In 5 auto's. En verder zie je daar dus geen mens, want dit is zo ongeveer 170 kilometer ten zuiden van waar we wonen, ten zuiden van Muscat, zeg maar. En een 80, 85 kilometer daarvan moet je dus afleggen door heel ruw terrein, wat alleen maar met Land Rovers kan, of andere auto's die vierwielaandrijving hebben. Jesper, die gaat even op het strand, pakt een hand zand en laat ons even zien hoe wit dat zand is, want hier is het ontzettend wit zand. Het is heel mooi weer, 5, 26 graden. En we hebben daar in die zee 's middags eerst nog een reusachtige haai gezien, maar die verdween al vrij vlug nadat hij ons zag. We hebben dan ook nog in het water gezwommen. Martijn had even wat schelpen zien, tropische schelpen die hij er op het strand zag. Er zijn daar vrij veel dieren te zien, onder meer die haai. Dadelijk even zien hoe het strand er dus uitziet in de richting van de auto's, dat is dus Tagens. Heel mooie omgeving om te zijn, aangenaam om te kamperen. Kamperen, dat kan dus gewoon in de open lucht gebeuren, tenten heb je niet nodig. En in deze tijd van het jaar ook geen muggennetten. Hier een blik op de krabben, ze zijn een beetje moeilijk te zien. Om een of andere reden bibber te filmen hier nogal. Hier is het ochtend, dan ontdekken we een schildpad die op het strand geweest is. Waarschijnlijk een poging om eieren te leggen. En hier gaat hij dan weer het water in. Schildpadden zijn daar vrij veel. Hier heeft hij in het zand gegraven. Dat was toch wel een beetje een sensatie. Vandaar, we zijn allemaal in pyjama's er naartoe gerend. Op de achtergrond zie je een groep kamelen, een beetje moeilijk te zien. Maar die kwamen in eerste instantie vrij dicht langs de slaapplaatsen. Dit is de positie van het kamp. Tussen de auto's hadden we een doek gespannen voor de zon. En hier op het strand stonden de bedden. Het lijkt wel een hotel voor al die mensen, dat zie je. Kinderen in de ochtend nog even in pyjama. Annie Halewijn verschijnt eigenlijk in beeld. Die pakt Marianne Taal op, het kleine meisje. De jongens. En daar zien we dan de dolfijnen die langskwamen. De dolfijnen komen zelden dichter bij de kust dan zoals je ze nu ziet. Een paar honderd meter. Soms springen ze heel hoog boven het water uit. Niet op deze film, maar dat doen ze dus wel. Ook in het wild. Krabbetje. Er zijn heel veel krabben, maar vaak duiken ze met één weg nadat ze je zien. Wat diertjes die er op de rotsen leven. Op de rand van water en lucht. Krab. En dan komt dadelijk het dorp Shab, daar is het. Dat ligt weer een kilometer of 15, 20 zuidelijker van de plaats waar we er net waren. En hier heb je dus Wadi Shab. Hoewel men dus zegt we gaan naar Wadi Tiwi, gaan ze dus meestal of bijna altijd naar Wadi Shab. En er staat ook water in die wadi, er is constant een waterstroom. Die komt uit de bergen. Daar zijn de gieren die daar in de rotsen wonen. Er is heel weinig gras.
wat door de meeste mensen ervaren wordt als een grasveld, omdat er in Oman altijd vrij weinig groen te vinden is, zeker in natuurlijke vorm is het maar weinig. Daar gaan we het water oversteken om die wadi in te kunnen lopen. En daar ontdekken we op een gegeven moment dat je daar iedere stap zo'n 20 centimeter in modder zakt. Het was wel een vies gedoe. Zoals ik al zei, het is ontzettend dor en bruin in Oman. Aan de andere kant toch wel mooi. Kijk, dan ontmoeten we een Omani. Het gaat altijd met handen schudden gepaard. En in de verte komt er nog een. Maar zodra er water is, dan is het altijd prachtig groen. Er is er een in een palmboom, waarschijnlijk bezig om bladeren af te hakken. In ieder geval geen dadels plukken, want het is niet de dadeltijd. De palmboom is niet zo hoog. We dachten dat dit een citroenplant was, maar blijkt het toch niet te zijn. Zoals je ze dus ook hier ziet. Ik weet niet wat het dan wel was. Dit was een bananenboompje en daar een Omaans huis opgetrokken van takkenbossen of dadeltakken. Nog even door het water, een klein stukje, om daar dan de wadi in te kunnen. Daar is het twee verdiepingen huis en nog wat van die planten. En daar is dan de wadi waar we dan verder intrekken. Even later blijkt dat we enorm hoog moeten gaan klimmen, of enorm hoog zeg, langs een afgrond van een meter of 20 hoog boven het water. Daar zijn we dan op weg naar dat stuk. Bananenboompjes. Hier hebben de Omanis tuinen ingericht om voor zichzelf groenten te kweken. En hier zijn we dan hoog boven het water. Ontzettend gevaarlijk lopen, vooral voor de kinderen. Daar is een plaats waar ze water tappen. En het is dus schuifelen en klimmen en rots op rots af en oppassen dat je niet naar beneden stort. Kleine kinderen waren al ergens achtergebleven bij Annie Halewijn. En je ziet dus dat het pad dat is helemaal glad gesleten, maar de Omanis lopen er met gemak over. Ook met pakken op het hoofd. Hier een kijk in de diepte. Grote rotsblokken op de rivierbodem. Daar weer wat Omaanse vrouwen, die mag je meestal niet filmen, want dat willen ze niet. Vandaar dat ik ze alleen maar op de achterkant gefilmd heb. Die gingen door een rotspleet, nog een kijk in de diepte. En er komt nog een vrouw met een bos takken, die wil ook niet op de film. Dus die hebben we ook niet al te duidelijk erop staan. De rots is helemaal glad gesleten van het pad. Een libelle, we komen daar dichter bij het water. En daar zijn we eigenlijk bij het watervalletje. En daar zijn we niet verder gegaan. Dan gaan de kinderen en wij lekker verfrissen onder het ijskoude bergwater. Althans, ijskoud voor begrippen die we gewend zijn. Martijn even onder de douche. Had ze een idee, Martijn. Ga maar lekker douchen. Even verfrissen. Dadelijk je hoofd erin. En dan even drinken, zo. Met Jesper ook even vlug. Was wel heel kort, Jesper. Annie eronder. Toe maar, toe maar. Achter is een groepje wat in de schaduw zit. Annie zit nu. En dan ben ik aan de beurt. Marceline als badmeesteres zal even helpen. Ja, Marceline. Nou, het was weer een lekkere frisse douche. En dan weer door de modder terug. En daarmee is dan de film van Wadi TV ten einde.